Goedemorgen. Volgens mij is het 11 over 11. Tenminste bij mij wel, maar de burgemeester loopt altijd een beetje voor. Want kijk, het gaat toch om de toekomst, hè? Je moet altijd een beetje vooruit kijken. Dus ik heb het 11 over 11 en het gaat om mijn horloge. Ja, nu echt hoor, het is zelf wel iets voorbij, maar goed. Dames en heren, Raad van 11, Kinderraad, Prins Carnaval, Jeugdraad, oh ja, de wethouder, ja, je bent katholiek, hè? Dan krijg je dat. Ja, oh, dat mag ik hier niet zeggen. Oké, okay, ja, nou, alle mensen van de muziek, alle toeschouwers, welkom in Mispelgat. We hebben weer mooi weer besteld, toch? Het gaat geweldige dagen worden en we gaan natuurlijk zo beginnen met de sleuteloverdracht, dat is het belangrijkste. Dan heb ik weer een paar dagen rust. Dat is toch altijd meegenomen in het leven, hè? Zeker voor een burgemeester. Wat gaan we allemaal vertellen? Zal ik u het woord geven, dan, voordat we de sleutel... Dat is altijd het makkelijkste wat er is, want u hebt ervoor geoefend. En het is uw derde jaar, hè? Dus het wordt al, ja, het is toch anders dan 3 jaar geleden, toch? Hè? Met al die boekjes, al die cursussen. Volgens mij worden we opgenomen, maar dat is mag allemaal. Heeft u er zin in? Ik wel, ja. Dames en heren, hebben jullie er al mensen, kinderen, hebben jullie...